Nou, ik vond dat er best prima uitzien als je beseft dat ik die dag net de lens in bezit had en dat ik het even uit de losse pols geschoten heb tijdens het barbecue en het bier drinken. Terwijl ik jullie nog wat foto's laat zien die ik die avond geschoten heb, vertel ik even wat meer over mijn eerste indruk van deze lens. Het moment dat je hem in je hand hebt, denk je, wow, dit is echt een lichte en compacte lens voor zo'n telefoto met een constante aperture van f2.8. Hij gaat ook gemakkelijk in de cameratas zonder dat je van alles moet verschuiven of een grotere tas nodig hebt. De zoom die is super smooth, veel beter dan die van de Tamron 17-28mm of 28-75mm. De autofocus is echt lekker snel en pikt ook goed gezichten en ogen op. Over de beeldkwaliteit heb ik tot nu toe niks te klagen. Foto's zijn haarscherp en de 4K-video zag er ook goed uit. Je zag misschien wat ghosting in de video, maar dat komt door mijn ND-filter, het tegenlicht van de zon en het hoge contrast op de barbecue. Dit is dus geen issue met de lens. Ten opzichte van andere telefotolenzen is deze 180mm. Dus ja, 20mm korter dan normaal. Maar goed, ik heb geen ervaring met 200mm, dus ik mis het in ieder geval niet. De foto kun je altijd een beetje bijkroppen of je zet gewoon een stapje naar voren. Deze Tamron mist ook stabilisatie in de lens. Maar goed, geen enkele lens die ik heb heeft dat, dus ik weet niet of ik het echt mis. Het was vast mooi geweest voor net iets stabielere handheld video of net iets scherpere foto's bij hele lage shutter speeds. Maar voor mij lijkt de 180mm en het gebrek aan lensstabilisatie een mooie compromis om de lens goedkoper, kleiner en lichter te maken. En het is zeker geen dealbreaker. Dit is in ieder geval mijn eerste indruk, maar ik ga niet zomaar een definitieve mening geven op basis van een weekje gebruik. Ik ga de lens voor een langere periode echt testen voor allerlei doeleinden, ook voor betaalde opdrachten. En dan pas durf ik met zekerheid te zeggen waar deze lens geschikt voor is en of het voor jou en voor mij een goede aankoop zal zijn. Zorg dat je geabonneerd bent als je geen video's van mij wilt missen. Onder andere de review van deze Tamron komt eraan, maar ook een vergelijking met de Sony 85mm f1.8 en een beetje een bijzondere vergelijking met de Sony 100-400mm. Verder komen er zoals gewoonlijk meer gear video's aan, filmmaking tutorials en ben ik bezig met mijn nieuwe YouTube studio. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken en ik zie je in de volgende video. Later!